In congrescentrum De Reehorst in Ede presenteren zich tijdens het Career Event zo'n 100 bedrijven en partneruniversiteiten aan de TIO-studenten. Dit event is de ideale plek voor studenten om in contact te komen met de bedrijven met interessante carrièreperspectieven en stagemogelijkheden. Veel belangstelling. Heel veel zijn oprecht geïnteresseerd, vinden het heel leuk, vragen ook veel en vragen ook heel gericht. Dus dan merk je ook wel dat ze er heel bewust mee bezig zijn. Waarom zijn ze aanwezig op dit career event? Omdat wij studenten zoeken die heel divers zijn in de competenties die ze hebben. En die ons kunnen bieden wat ze als individu in zich hebben. Het is toch fijn, met name bij de stand, dat je één op één de mensen kunt informeren. Er is van alles te beleven. Zo zijn er professionals aanwezig die je assisteren met je cv. Presenteren de deelnemers van de EM Cup zich. En zijn er interessante sprekers uitgenodigd met keynote speeches passend bij de carrièregerichte student. We need another culture in this industry. The success of McDonald's is not just the success of McDonald's itself. It's what we call the three-legged stool. And welcome TIO. Are you ready for our journey into the future? De wet van Sneuf die zegt: wat je geeft, krijg je terug. De eerste gastcollege was wel leuk over de wet van Sneuf. Ik heb de studenten vooral een spiegel voorgehouden. En ze laten inzien dat het in het leven, ook in het werkzame leven, maar om één ding draait. En dat is: ben je waardevol? Wat vinden de studenten van deze dag? Veel inspiratie opgedaan. Leerzaam. Goed beeld van de stagemogelijkheden. Is het belangrijk dat dit soort dagen worden georganiseerd? Ja, wel heel erg handig. Je krijgt een goed beeld van alle bedrijven. Ik heb gehoord dat afgelopen zomer de helft van de stagiairs wel ongeveer van de TIO kwam. En dat dat heel goed beviel. Ik zou zeggen, ga gerust zo door. Ja.